De Tsjechische vlag hing uit in de Marktstraat, want zaterdag 18 maart was het Comeniusdag. Na een besloten bijeenkomst in het mausoleum werden kransen gelegd bij het beeld van Jan Amos Comenius. Door een ensemble van Nadink werden de volksliederen van Tsjechië, Slowakije en Nederland gespeeld en werden bloemen gelegd namens de Tsjechische ambassade, inwoners van zusterstad Uherský Brod, de Slovaakse ambassade en het voltallige college van Goois Meren. Het programma ging verder in de Grote Kerk nade. Dit jaar was het thema van de Comeniusdag het vluchtelingenvraagstuk, migratie en acceptatie. Dit onderwerp is zowel nu actueel als van alle tijden. Comenius was zelf een vluchteling. Zijn leven en werk stonden in het teken van vluchten. De Comeniusprijs was dit jaar voor Tineke Zelen, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Uh, het is een enorme eer om uh, hier vandaag te mogen staan. En ik ben diep ontroerd. Om voor mijn inzet voor vluchtelingen vandaag een prijs in ontvangst te mogen nemen. die de naam draagt van iemand die zelf een leven vol ongeluk trof. en die toch de kracht bleef houden. om op te komen voor anderen. In de Comenius Lezing, met de titel Tussen oude en nieuwe Nederlanders. plaatste historicus David de Boer. vluchtelingenvraagstukken van alle tijden in historisch perspectief. Toen de grootste Nederlander werd verkozen, bleek dat het grootste deel van de namen die de ranglijst aanvoerden, niet in Nederland was geboren. Zoals Frans Hals, Simon Stevin, Anne Frank en ook Willem van Oranje. Tegelijkertijd stemt het feit dat de meeste historische asielzoekers uit ons collectieve geheugen zijn verdwenen ook tot optimisme. Het is immers evenzeer bewijs van eeuwenlange succesvolle integratie. Vrijwel elke Nederlander, ook die zonder ogenschijnlijke migratieachtergrond, moet desalniettemin Vlaamse kooplaar, Scandinavische dienstmeisjes, Oost-Europese joden, Duitse seizoensarbeiders of andere nieuwkomers onder zijn voorouders rekenen of onder haar voorouders rekenen. Mensen die in hun tijd vaak als onaangepast, en vreemd of soms ook wel erger werden weggezet. De tekst van de lezing staat op de website van het Comenius Museum. Binnenkort is de lezing ook integraal terug te zien, samen met het dankwoord van Tineke Selen.